Goedemorgen en welkom bij de laatste aflevering van Wij zijn Montferland. Heel veel indrukken gehad. Een mooie serie waarin we de verbinding hebben gezocht tussen de inwoners in de gemeente Montferland. En van al die indrukken ben ik wel een beetje moe geworden. Dus ik dacht, laat ik die laatste uitzending even een beetje lekker ontspanning zoeken. We gaan er deze uitzending op uit. Dus ik maak me zo meteen klaar en dan zie ik jullie aan het ontbijt. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. De broodjes. Heerlijk. Goedenacht gehad. Ja, ik heb heerlijk geslapen. Ja, mooi zo, mooi zo. Nou, ik heb ook weer een hele dag om naar uit te kijken. Ja, heerlijk hè. Ja. Ja, jullie zitten hier volgens mij ook heel lekker. Zeker, ja. Nog maar heel kort. Wij komen zelf uit Haarlem, een omgeving. En in april de grote stap gewaagd naar de Achterhoek. Ja, gedaan. Hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen in de gemeente Montferland? Ja, onze jongens die gingen studeren in Arnhem. En in de coronacrisis woonden zij daar alleen. Dus toen zijn we een tijdje bij ze gaan wonen. En vanuit die omgeving hebben we ook de Achterhoek leren kennen. Eigenlijk een beetje verliefd geworden op deze omgeving. Ja, mijn vrouw is eigenlijk meteen gaan googlen naar mooie huizen hier in de omgeving. En die kwam dit tegen. En een dag later hadden we een bod gedaan. En ineens zit ik in de Achterhoek. Jeetje, ja. Werd je hier een beetje welkom ontvangen? Nou, het is ontzettend leuk. Hele lieve mensen. Ontzettend gastvrij. Bescheiden. En ja, ben je iets rustiger dan in het westen, moet ik zeggen, over het algemeen. Maar ja, we voelen ons hier enorm thuis en welkom. En jullie hebben een gastenverblijf, bed and breakfast. Wat doen jullie hier precies allemaal? Ja, een gastenverblijf, bed and breakfast, wat je zegt. We hebben dit huis zeg maar ingericht als een bed and breakfast, een gastenverblijf. Dat is ongeveer 12 personen. En daarbij hebben we een mooie vergaderruimte voor bedrijven. En mijn vrouw die heeft een coachpraktijk en die doet veel relatietherapie. Die begeleidt bedrijven, teams, maar ook individuele mensen. En die kunnen hier ook blijven logeren. Dus dat is ontzettend leuk om te kunnen combineren. Ja. En wat vind je nou het mooiste aan de omgeving hier? Waar zijn jullie echt voor gevallen? Ja, ik vind de Achterhoek in algemene zin prachtig. Het coulissenlandschap vind ik schitterend. En ja, dan heb je natuurlijk de grote rivieren die hier allemaal langs stromen feitelijk. En nou gaan we er in deze uitzending erop uit, de bedoeling, in Montferland. Ja. Wat voor activiteiten kun je me aanraden? Nou, wat ontzettend leuk is in de zomer, dat is de waterskibaan, Stroomroek. Je hebt hier prachtige leuke stadjes. Kasteelstadje Serenberg is hier vlakbij. Dan kan je een mooi kasteel bezoeken, mooie musea. Maar de natuur is er ook prachtig. Dus je kunt lekker wandelen. Er is een van de langste mountainbikepaden van Nederland hier achter in het bos. Daar is een Nederlands kampioenschap een keer georganiseerd. En dat is ook ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja. Nou, top. Dan ga ik na het ontbijt denk ik gewoon even lekker wat Montferlandse zuurstof opnemen. Leuk, ja. En jij bedankt voor je goede zorgen. Graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Ja. Nou, laten we lekker gaan ontbijten. Zeker, ontbijt lekker mee. Gezellig, ja. Wel een beetje trek gekregen van al die buitenlucht. En nou heb ik begrepen dat daarachter in Kilder bij Sophie Rosa, dat je daar hele lekkere thee kunt scoren. Het is namelijk een theeschenkerij en misschien zelfs wel een taartje. Ik zou zeggen, kom maar mee. Nou, dit is dus Sophie Rosa, een theeschenkerij en een landlevenwinkel. Je kunt hier bijvoorbeeld ook high teas organiseren met vriendinnen of gewoon lekker hier in het zonnetje genieten na een stevige boswandeling zoals ik heb gedaan. En daarna kun je ook nog even lekker shoppen. Nou, ik ga maar eens even lekker rondsnuffelen. Hey Annemarie, was je er al? Hey. Ja. Ja. Kan je het vinden? Makkelijk te vinden hoor, hier. Hey, maar je kunt hier ook volgens mij een lekker theetje drinken, toch? Want ik ben een beetje afgekoeld. Ja. Dat kan. En wil je er ook wat lekkers bij? Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ja, kom maar. Kijk eens. Oh, het ziet er goed uit. Lekker hoor. Hoe vind je het? Ja, heel mooi. Het is echt heel gezellig. Echt leuk. Ik heb voor jou vandaag de rozemarijn en rooibos thee. We hebben de zakjes. Maar jij hebt even een smaakje uit de pakkettenwinkel.
Maar verkoop je dit allemaal in de winkel? Ja, we hebben thee's, verschillende smaken. Die heb ik ook allemaal doorgelezen, doorgesnuffeld en doorgeproefd. Dus daar sta ik ook achter. Het was inderdaad ooit bedoeld als een streekproductwinkel. Ja. En we hebben ook nog steeds streekproducten. Alleen, het is de laatste tijd echt wel lastiger geworden om goede streekproducten te krijgen. Er zijn helaas wat streekleveranciers failliet gegaan. Dus ik moest even op zoek naar andere producten die gewoon, ja, uiteindelijk gewoon leuk zijn om te geven. Kijk, thee groeit niet in de Achterhoek. Hè? En de gedroogde papaya ook niet. Dus ja, vandaar eigenlijk gewoon producten waar ik achter sta, die ik zelf lekker vind. Die gewoon leuk zijn om te geven. En wat voor mensen komen hier dan allemaal? Vooral, mensen op leeftijd hadden. Maar intussen is het echt de laatste 4 jaar is het eigenlijk zo 30-plussers. En dan al met de dochter erbij. En die gaan lekker inderdaad snuisteren. En dan toch nog een taartje eten erbij. Heerlijk zitten buiten. Ja. Sporters. Nordic walkers. Eigenlijk wel heel divers geworden. Hoe is dit ooit begonnen? Nou, het is ooit begonnen. Daar had een hele lieve, fantastische dame. Die had een heel klein winkeltje is ze begonnen aan de voorkant van de weg. En dat liep best goed. En toen, vooral door haar persoonlijke aandacht die zij al gaf. En haar man, die dacht ooit van nou, dat loopt leuk. Dat is echt gewoon, dat spreekt de mensen aan. En hij heeft eigenlijk zelf dit alles verbouwd. Mm-hmm. Hij is inmiddels ook overleden. En het lot liet toe dat ik het nu mag doen. Jij gaat dit heel mooi voortzetten. Dat hoop ik. Zeker. Dat hoop ik, ja. Ja. Ik moest er toch mijn eigen draai aan geven. En ben daardoor eigenlijk de high-tees begonnen met de zelfgebakken lekkernijen. En het liep natuurlijk ook meteen goed, ja. Ja, jij kent volgens mij ook, wat ik begreep, heel veel mensen die hier komen. Herken je of ken je die hier allemaal een keer geweest? Ja, als je ooit hier bent wezen koffie drinken, dan herken ik jou. Ja, ja. Ja dan. En als je toelaat, weet ik ook nog hoe je hond heet en, en met wie je toen was en wat je toen voor een kussen hebt gekocht. En Ik ga eens even lekker genieten van een taartje. Doe dat! Oh jeetje, wat mooi! Lekker! Ik ga gauw nog even naar de film, want die stond nog op de planning. Doeg! Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik een kaartje voor de film? Ja, natuurlijk mag u dat. Zo, kijk er eens, alstublieft. Dankjewel. Veel plezier. Dank je. Dit is het filmhuis van Serenberg, ook wel het Bargse Huus genoemd. En hier verwelkomen ze jaarlijks zo'n 5.000 tot 10.000 bezoekers voor zowel film- als theatervoorstellingen. En dat kunnen landelijke optredens zijn, maar ook lokale optredens. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Alsjeblieft. Zeg het maar. Doe mij ook maar een colaatje. Een colaatje. Lekker. Dus jij bent hier vrijwilliger? Ja, dat klopt. Al vele jaren. En waarom vind je dat zo leuk hier, bij al die voorstellingen in het dorp? Nou, het is sowieso fantastisch dat we hier dichtbij in deze regio zo'n faciliteit hebben. Ja. Vrij uniek met het aantal plekken, 120 plaatsen. Maar dat je gewoon heel dicht bij huis kunt genieten van inderdaad film, theater, muziek en alles wat hier in het Bargshuis op het podium staat. Ja, en zowel de lokale sterren als echt de grote sterren zijn hier geweest, heb ik begrepen. Het is heel divers. We hebben sowieso een heel breed filmaanbod. Familiefilms, kleuterfilms in enkele vakanties. We hebben daar drama's, documentaires, hele mooie speelfilms. Maar goed, we hebben ook heel veel muziek. Dat kunnen tributes zijn, zoals ABBA, Willie Nelson. Maar ook mooie cabaretavonden, toneeluitvoeringen, theater. Dus eigenlijk voor iedereen, voor ieder wat wils. Maar het gaat dus ook echt wel om die verbinding. Buiten het feit dat er theatervoorstellingen zijn, filmvoorstellingen. Dat je wat te doen hebt op een middag of een avond. Ja, juist. Verbinding lokaal. Het hele theater draait ook op vrijwilligers. We hebben net wat vaste filmmomenten. En het is niet het doel om dan die film te draaien. Nee, maar juist de verbindingen te leggen, dat mensen in gesprek gaan. Van jong tot oud, bezoekers hier uit Serenberg, de omliggende kernen, maar ook juist regionaal. Mensen uit Oude IJsselstreek, Doetinchem. Alle die juist voor de sfeer en de beleving hier naar het Bargse Huus te komen. Zoals de bezoekers die achter hier zitten, bijvoorbeeld. Hallo.
Nou, proost, hè, op een mooie film. Proost, hè. Komen jullie hier vaker? We komen hier regelmatig, ja. Ja. En wat voor films kijken jullie dan allemaal, voorstellingen? We houden van natuurfilms, vinden we heel mooi. En ook wel, de laatste keer was Queen, hè. Ja, ja. Vonden we ook een prachtige film. En fijn vind ik dat je ook 's middags naar de film kunt gaan hier. Ja, dus het is ook best wel een beetje een soort ontmoetingsplek. Ja, lekker dicht bij huis. Ja, 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 je ziet gewoon veel, veel bekenden. Want hier in Sjerenberg is het best wel dat er veel mensen hier naartoe gaan. Wat dat betreft. Ja, ja. En jullie komen ook uit Sjerenberg? Ja. Ja, we wonen hier al jaren. Sinds 1979. Ja, zoiets, ja. Beste bezoekers, de film gaat zo beginnen. Oh, okay. Nou. In de zaal, dan gaan we dat doen. Die kant op. Ja. Na een dagje lekker erop uit in Montferland sluiten we hiermee de uitzendingen af. De allerlaatste van de serie Wij zijn Montferland. Wil je deze serie nou nog eens terugkijken, dan kan dat door op onderstaande link te klikken.